Goedemorgen jongens. 6 minuten voor 11:30. 6 oktober. 6 oktober. Willem hoorden we. Hey, ik wil jullie uitleggen. We hebben achterin een MP3 staan, een 500. Die jongen, die lange, die komt bij mij. Hij zegt, Isa, mijn accu's leeg. De eerste keer komt hij bij mij, mijn accu's leeg. Ik zeg, ik kan een oude accu'tje. Er zit al een paar jaar in. Ik verkoop mijn nieuwe accu, plant een nieuwe accu'tje in. En hij gaat een stukje rijden, hij rijdt en ik denk, oh, een weekje gereden ongeveer? Hij heeft ongeveer een weekje gereden. Hij komt weer terug, hij zegt, Isa, hij belt me op, hij zegt, Isa, kun je het ophalen? Motor staat stil, hij rijdt niet meer zo en zo. Ik zet hem even neer, gaan kijken. Hij zet de motor neer. Ik een apparaat erop, op de accu. Motor starten, 2500 toeren. Is een apparaat, die test de stator, de ontsteking. Dit is de stator, dit is de ontsteking. Het wordt stator genoemd, het wordt ontsteking genoemd. Het wordt ook wel eens dynamo genoemd. Ik meet hem door, dan moet je gas geven, 2500 toeren, geeft hij zwak. Hij zegt een zwakke ontsteking. Hij kan aangeven te hoog stroom, hij kan geven zwak stroom, hij kan verschillende, geeft hij aan wat het probleem is. Hij gaf mij een zwak stroom. Dus, en ik bel hem op, ik zeg lange, ik zeg zo en zo, waarschijnlijk is je ontsteking kapot. Ik zet hem op de brug, we halen het dekseltje vanaf, het dekseltje van die 500. Haal het dekseltje vanaf en ik ga nu, ben ik los aan het maken, hier is de nieuwe ontsteking. Origineel, geen imitatie. Je hebt ook volgens mij van RMS of van een ander merk. Ik heb dit soort dingen heb ik allemaal origineel. En dan, ik ben hem uit elkaar aan het halen. Kijk. Ik ben hem uit elkaar aan het halen. Kijk, wij geloven die apparaat wat die apparaat zeggen, maar onze ogen moeten ook controle maken. En dan kijk ik, dan zie ik los en dan zie ik in een keer dit. Kijk, hij is verbrand. Zie je het? Hij is verbrand. Nou, dit is een bekende probleem. Ik heb wel eens een keer meegemaakt dat er 3-4 van die spoelen kapot zijn. En ik heb wel eens een keer meegemaakt dat je helemaal niks ziet. Dat je helemaal gewoon letterlijk helemaal niks ziet. En dan is hij wel kapot. Dus, wou ik jullie even uitleggen, zeg maar. Als een accu leeg loopt of... Hij raakt, hij laat niet bij. Dus het kan veel dingen zijn. Dus als het kan, ik heb meegemaakt dat er de ontsteking is. Ik heb meegemaakt dat er spanningsregelaar is. Ik heb meegemaakt startelen, dat die problemen chaos gaf. Jongen, het kan in de kabel van een boom zijn. Het kan van alles zijn. Dus alhamdulillah, we hebben het best wel snel gevonden dit. Zo, nou gaan we de nieuwe starter gaan we monteren. Pak een vloeibaar pakking erbij, een momentje. Stop. Kan je? Ja. Buban! Alles goed? Ja, ja. Zo, ik kijk nog op peertjes. Ja? Ja. Zijn er nog wel een beetje peren of niet? Hè? Zijn er nog wel een beetje peren en appels of niet? Ja. Oké. Beuren ze er nou meer geld voor, hè? Nou zie je niet zoveel beleggen. Nee, nou kunnen ze verkocht worden, ja. Ja, daarom. Ja, precies. Ja. Normaal gooi je het weg en nou... Ja, het eruit, want het stond erop. Gratis plukken. Echt, ja. Maar nou is het niet meer gratis. Niks is meer gratis. Nou zit het hek dicht. Nou het hek dicht, ja. Nou moeten we over het hek in klimmen. Ja. Het is altijd gekloot met deze dingen, joh. Pleurs dingen.
hij is eruit aan de achterkant. Ja! Slim het. Wel, aan de andere kant, die beugeltje. Dat beugeltje. Die drukt te hard. Ja, heel Hercules, familie van Hercules. Kijk. Dit vul ik af, dan dit, dan doen we dit zo. Hoppa. Dan kan hij straks, deze rubber er goed in. Dit hebben we schoongemaakt. Loop even naar achter. Alles met de motor toe. Ik had hem al, gisteren had ik hem al losgemaakt. Ik heb hem lekker laten druppelen. Het is helemaal mooi schoon. Ik ga dit nog even schoonmaken. Dan gaan we er een beetje vloeibare pakking op smeren. En daarna plakken we de pakking er tegenaan. Eerst het laatste gedeeltje even schoonmaken. Een beetje vloeibare pakking. Die vloeibare pakking gebruiken we alleen maar dat die erop zit. Hier draait je oliepomp op. Kom maar kijken. Hier draait je oliepomp op. Ik heb hem losgemaakt vanaf hier. Waarom heb ik de slakkenhuis losgemaakt? Dan blijven die klemmen origineel. Want die klemmen zijn origineel. Dat vind ik mooi. Die wil ik erop houden. Dus hier draait de oliepomp op. Hem kan je niet verdraaien. Dus hij zit gewoon muur en muur vast. Maar het nadeel van dat is... Het is geen nadeel. Dan moet je wel even oppassen. Dat inhammertje van net, dat valt hierin. Kijk. Dat wat ik u net liet zien, dat als je draait hem aan en dan draait de pomp en dan gaat de oliepomp draaien. Dus wat gebeurt er als je aan hem gaat draaien? Kijk, hij kan draaien. Als je hem draait, gaat hij meedraaien. Dus ik ga er even aan draaien. Ik draai eraan, zie het? Hij kan draaien. Dus als ik hem zo zet, ik wil hem in elkaar zetten, gaat niet. Dus dan denken mensen, waarom past hij niet? Dan heb je eraan gedraaid. Dus je moet voorzichtig. Zet je hem op zijn eigen plaats. Kijk. Hij moet op zijn eigen plaats blijven. Zo zag hij er net ook uit. Straks wat we gaan monteren, gaan we nog een keer goed kijken. Staat hij goed erover? Of staat hij een beetje zo? Of staat hij zo? Dan moeten we hem precies tegenover zetten. Dan kun je hem gewoon in elkaar klikken. Anders krijg je gekloot. Dus we hebben jullie het een en ander uitgelegd. We gaan nu een pakkingje erbij pakken. Gaan we nog het laatste stukje schoonmaken. Dus we hebben jullie even uitgelegd. Hoe kun je een ontsteking controleren? En hoe zet je zo'n dekseltje in elkaar, jongens? En we gaan jullie verlaten, jongens. Dat is weer genoeg voor vandaag. Uit.